Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Goedemorgen lieve luisteraars, het is uh, tweede paasdag. En dit is aflevering 160 alweer van de Hartgras podcast. Wessel Penning, Frans Tomezen, Thomas Herman van Vos, welkom. Waar zullen we mee beginnen? Eerste paasdag, is er nog iemand die verplicht is uh, eitjes uh, uit te strooien voor Kroost? Kijk even naar Wessel Penning. Nee, niet aan gedacht. Het is tweede paasdag, Git trouwens. Heb ik eerst gezegd? Ja. Dat is de eerste fout dan. Het zal niet de laatste zijn. <laughs> ja. uh, maar heb je op eerste paasdag nog eitjes uh, gestrooid? Nee, ook niet aan gedacht Die eerlijk gezegd. Eitjes van 42. Ja, vier. er was één ziek. Dus uh, misschien scheelde dat. Dus uh, nee, het was eigenlijk gewoon een mooie voetbalzondag. Ja. Eigenlijk. Nou, dan zullen we meteen beginnen. 2-0 achter. Jij was in de kuip, neem ik aan. Um, en toen kwam het toch nog goed. Ja, nou, waarom dit wel leuk was. Um, er wordt, Rotterdammers kunnen heel erg zeuren en klagen. Het dus wordt de laatste tijd best wel een beetje gemopperd over dat verzorgde opbouwen van Feyenoord. <laughs> en men mist een beetje de ouderwetse stijl van strijd en af en toe een lekkere lange bal. Ja. Nou, die lange bal die is uit het voetbal aan het verdwijnen en terecht, want de lange bal ben je meestal gelijk kwijt. Maar nou, gisteren City wordt hij nog, nog gehanteerd. Oh ja, maar dat is uh, Alex Pastoor, ja. Um, maar gisteren kwam Feyenoord met 2-0 achter... wat we ook niet meer gewend zijn uh, om mee te maken. En uh, ja, toen moest dus het moest dus een beetje gaan stormen. En dat was wel weer fijn ouderwets Feyenoord, oh. moet ik zeggen. Uh, publiek gemotiveerd, gemotiveerder dan de afgelopen maanden misschien wel... omdat de, de competitie oh. al beslist leek en lijkt. Maar uh, ja, dat was echt zo'n heerlijke, bevredigende voetbalmiddag. 2-0 achter, 4-2 winnen, best wel spannend. Best houd, wel goede spelers dit, bij de tegenstander. Hou dit vast. Ik uh, ga even naar de schrijvers in dit gezelschap. Voordat ik over het boekenbal begin, wil ik toch ook altijd graag weten hoe dat was. Maar daar komen we later nog op terug. Maar hoe duiden jullie die hang, Thomas, uh, van Feyenoord supporters... naar wat oud en ja, niet goed was... Uh, Gaat nu stukken beter. En dan toch die hang naar oude tijden. Ja, uh, ik heb één keer slechts op de tribune van de Kuip gezeten, dat was de bekerfinale van vorig jaar. Dus toen heb ik van die hang uh, niets meegekregen, alleen van de, van de nasleep van, uh, van het legioen. <laughs> um, en ja. Ik denk dat het toch ook te maken. Het is soms. Feyenoord gisteren was een hele leuke wedstrijd. Soms wel gewoon een beetje saai. Hoe eenduidig en eentonig het voetbal, en dat bedoel ik niet alleen van Feyenoord, wordt. En ik denk dat die hang erin zit. Natuurlijk hangt voetbal heel erg samen met romantiseren, met rituelen, met voortleven van tradities. Maar ook met. je gaat natuurlijk naar een stadion om vermaakt te worden. En dat wordt er soms wel een beetje uitgeslagen. Ik denk dat dat heel erg doorwerkt. Maar ja, gisteren is het nou eigenlijk een slecht voorbeeld, want. Er werden om te beginnen of misschien om mee te eindigen twee prachtige goals gemaakt door Feyenoord. Ik dacht wel eerlijk gezegd, ze hadden ook met tien man moeten staan uh, na 34 minuten bij die, uh, bij die penalty. Maar het was een hele leuke wedstrijd. Maar ik heb wel vaak, uh, ook bijvoorbeeld bij, bij City gisteren dat ik dan zat te kijken, die 0-0 wedstrijd. Nou, steriel hè? Het is, ja, het is echt wel ja. een beetje maar zo. Guardiola heeft dat natuurlijk wel, ik weet Herman, vroeg onze, uh, ook onze gast vaak in de podcast of soms eigenlijk. Die, die is eigenlijk een Barcelonaes, Maar die kreeg eigenlijk een hekel aan het Barcelona voetbal. Omdat het zo, nou ja, zo makkelijk was. En echt zonder strijd. En zonder duels. En tiki-taka. En het gaat maar rond. En uh, kan nog uren doorgaan. Dat is wel een interessante. Dus zou er ergens een soort kookpunt uh, bereikt worden? Een, een eindpunt aan de... Uh, nou ja, de perfectie is bereikt. Waardoor wij eigenlijk uh, gevend op de tribune zitten. Nee, nee, het heeft te maken met... Je hebt altijd een concurrent nodig. Als je kijkt... He, uh, Messi heeft Ronaldo nodig. Liverpool heeft City nodig. City, Liverpool. He, dat en nu komt Arsenal er zelfs nog bij. En dat maakt het leuk. He, kijk, Paris Saint-Germain, daar is niks aan natuurlijk. Dat is uh, altijd Paris Saint-Germain. En uh, die kopen, als ze een keer slechter spelen, dan kopen ze alle spelers bij de concurrentie op. En dat vind dat, ik, strijd is natuurlijk toch het beginsel van. Het is een wedstrijd. Het, er zit het woord strijd in. Dus ja. zonder strijd is, ja, is er niks aan. Dan kun je net zo goed. En in de arena heb je altijd zo'n jongetje wat de bal 2300, 84 keer hoog houdt... en dan als een kraag wordt getrokken omdat de wedstrijd weer begint. Wat hoop jij dan? Dat hij hem hoog, hoog blijft houden? Of, of denk je van het is goed voor zo'n jongetje, hè, die moet niet te veel meezitten? Dat hij een beetje net verkeerd op zijn schoen komt. Ja, ja dat hoop ik altijd wel heel erg. Ja, ja, ja. Maar ik kon hem zelf maar vier keer hoog houden. Dat is het ook ja. natuurlijk. Ja. Hey, maar over wat je zegt vind ik wel een goeie, over dat kookpunt. Want... Misschien is het voetbal nu inderdaad zo langzamerhand volledig geperfectioneerd. Ja. ja um, kijk, die opbouw bijvoorbeeld, hè? Die, die begint nu dus niet in de 16, nee, die begint in het 5-meter gebied nu. Hè? Ja. Dus, en, en iedereen doet dat inmiddels. Tenminste, iedereen met... met als, als ik shoot allo was, zou ik het niet doen. Maar, maar in ieder geval, dat gebeurt zoveel. En als je gisteren ook zag Arsenal, Meester City ja steriel, maar verdedigers zijn tegenwoordig ook zo goed en ja. kunnen zo goed voetballen. Een bal even lekker voorgeven, ja, die wordt altijd weggekocht. Het, het zijn gruwelijk ingestudeerde patronen. Hè? Ja, maar ook gruwelijk fitte, ja. uh, uh, bekwame spelers nou ja, allemaal. Dat zeg ik. Het, het, ik was ooit bij uh, in Kiev in 88. Ja. En daar zag ik op de Commodore computers uh, hoe Dynamo Kiev zich met uh, professor Zelentsov, uh, hoe die zijn spelers voorbereidde. met allerlei patronen. die die jongens ja. uh, moesten instuderen. en die moesten ze ook uitvoeren op de trainingen. En daar is ze ongeveer dan begonnen, denk ik. Uh, uh, het machinale. de, ja, de maar weg dat naar de brexit. want het had ook met de Sovjet-Unie te maken. Dus dat. <laughs> er <stopte laughs> nog een ja. Nou ja, ja, was op het was zich wel aardig. En... want dit ontstond in Oekraïne. En daar hadden ze een teringhekel toen al, aan, aan de Russen. En de Russen baalden ervan dat Oekraïne ja. het voor het zeggen had. Hè, in het, want ik weet niet of je het nog herinnert, maar in 88 werd het Russische volkslied natuurlijk gespeeld. Maar dat elftal bestond volgens mij uit negen uh, Van het Kiev Oekraïners. Ja, en, ja, ja. en Lobanowski was ook een Oekraïner. Ja. En daar wist ik van, uh, in vertrouwen toen. Jij ja, had... wist ervan? Nee, ik wist van niks. Want ik dacht, het zijn gewoon uh, Russen. Sikkel, nee uh, joh, maar dat lag ja. gevoelig man in ja. Moskou. Dat daar gewoon ja. Oekraïners uh, een beetje voor de Sovjet-Unie aan het spelen waren. Ja. Ja. Maar, maar daar begon dus die, die, ja, die hang naar perfectie. En ik weet nog wel dat in een interview uh, zei Lobanovski ook van... Een, een ploeg die minder dan uh, 16 of 17 procent balverlies leidt, die is on, onverslaanbaar. En dat had hij allemaal uh, nou, laten berekenen. Nou, vorige week zat dus bij Rondo. En ik zeg echt, als je dat niet gekeken hebt, vorige week maandagavond. Ik heb gekeken. Zat Arne Slot. Ik vond heel goed. Met Gullit, Van Barsten en uh, uh, Van de Vaart. Nou, Van de Vaart, die, die hoorde je na acht minuten niet meer. Want het, het werd hem te ingewikkeld. Maar dat was een masterclass van Slot. Over hoe tegenwoordige coaches naar voetbal kijken. Ja, dat was. Ja, dit was old school tegen, <laughs> tegen nieuwe school, hè? Ja, en toen gooide de gullet er nog wat in. Maar ja, dat is voetbal, hè? Dus je weet nooit. En de Italianen, dit. Die komt altijd met, met dat, hè? Van de strijd van de Italianen. Maar slot die. Ja, het was de hoogleraar tegenover. Ja, de jongens van de MAVO. Af en toe, nee, maar af en toe uh, had hij een soort sympathieke uh, meewarigheid. Juist. Ten, <laughs> hij kon ten opzichte niet. van. Hij wilde die generatie natuurlijk totaal niet afvallen. Maar hij kon het ook niet verbergen. De nee. <laughs> nee, het, was, het, was, het was het moderne voetbal. Ja. En daar kun je wel van alles voor vinden. Maar kijk, want het slotspel: hè, je hebt het over patronen. Het slotspel is gebaseerd op ergens op het veld een 3 tegen 2 situatie of een 2 tegen 1 situatie creëren, ja. dus zo zitten die spelers die hele wedstrijd te denken: oké, okay, deze kant dus niet, dan moeten we daarheen, dus of eerst daarheen en dan terug daarheen. Helemaal en 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 Cuxu speelde op een gegeven moment aan het begin van dit seizoen met um, Benfica tegen Feyenoord, een oefenwedstrijd. En Cuxu zei: Ja, ik wist wat ze wilden doen. Ze wilden die overtalsituatie ergens op het veld creëren, maar we, we konden er niks aan doen. Ze deden het goed, dus ja. Dit is coaching en uh, uh, of, of dit 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 is denk ik moderne technologie in het voetbal zo Dus dat verklaart ook Johnny van het Schip die eigenlijk overal dat altijd een man minder heeft. Nou ja, gisteren zelfs twee man minder. Vaak, Eerlijk toch? gezegd. Hij Zal het niet bewust creëren een man minder situatie. Maar ik denk dat het echt klaar is met, met dat soort trainers ja. op in de top dan tenminste. Ja. Uh, dat boekenbal, heren. Um, ik was er niet bij. Ik ben al jaren niet meer geweest. Ik heb al jaren geen boek uitgebracht, dus voorkomen terecht. Maar um, zijn er nog leuke dingen gebeurd. Ja, je kijkt heel verlangend naar mij, maar ik heb... Uh... Je was er niet? Ik was er niet, nee. Ik moest zelf een boek afmaken. Soms is dat toch... Uh... Oh. Nee, ik, ik, uh, ik heb laten zitten. Je was wel naar het diner met de uitgever, ja, toch? Ik ja. Bij ja. Is, ja, ik zit bij Prometheus. En dat is, ik zou niet zeggen een biljonair, maar wel een miljonair die daar de leiding heeft. Maar Spijkers. En die, uh, die trakteert altijd zijn uh, lievelingsauteurs, zeg ik maar zeggen. Dat zijn toch de auteurs toevallig die altijd het beste verkopen. <laughs> maar goed. En... Hoor jij daar niet bij dan? Jawel. De, de... Ja, zijn, hij mocht, ja. hij was vrij. Ja. 40 je... maal nooit, dus zo exclusief als het ook is. Maar wie, wie verkoopt het beter, Eus of jij? Nou, ik denk wel Eus. Zijn laatste boek wel, dan met, met mijn laatste boek. Ja. Maar, ja. maar mijn nieuwe boek denk ik niet. Maar goed, dus dat. Hoe, heet, hoe gaat dat heten? Blackout. het heten? Black Out. Het zou nu al verfilmd kunnen zijn, maar het, is, uh, het ligt nog niet in de boekwinkel. Het klinkt heel ja. erg Saskia Noordachtig achtig die titel. Ja, daar heb ik ook speciaal uh, over nagedacht. <laughs> het speelt ook af ergens in een appartement in uh, Wassenaar of Noordwijk? Nee, bloemendaalachtig. achtig uh, ja. Toch? Oh, ja. uh, en dat heet dan Blankendaal, want het is uh, <laughs> een beetje gemistificeerd. Ja, en nog een moord toevallig? Nee, wel iemand die, uh, die een kind op een, op een partijtje doodrijdt. Oké. Okay. Oké. Okay. Heftig. Heftig, ja, dus het, ja. Maar dat moet in het genre. Maar ja. ik, heb, ik heb wel besloten: het is wel de beste roman die onder de titel Blackout verschijnt. <laughs> Goed, nou dan kijk ik even opzij. Hoe uh, was het bal? Ja, ik was er inderdaad wel. Ik heb jullie gemist. Ik kwam uh, Henk Spaan op een gegeven moment wel tegen, net aan de, de rand van de dansvloer. En hij, de, de, hij bleef daar ook, uh, ook staan. Ja, en dat hun... moet ook wel als je van die knieën hebt als Henk Spaan. Nou, hij, stond, hij stond er vier en heel, heel tevreden. Nou, hij heeft hard gerevalideerd. Ja, heel tevreden bij. Ja, en hoe was het verder? De, ik heb geen gevechten meegemaakt, geen opstootjes. Uh, het zijn vooral heel veel mensen op elkaar. Ik had het idee dat het, uh, het uitnodigingenbeleid van het CPNB wat was aangepast. Waardoor er erg veel nou, jonge boekvloggers, mm. uh, podcastmakers en dergelijke rond. Die herken jij zomaar? Nou, een enkele. <laughs> ik dacht vooral, ik, ik voel me oud. Dat dacht oh ja. ik voor het eerst. Jezus, daar, jij voelt je oud. Maar, ja. maar dan heb je het vanmorgen toch oh, een hele Thomas fijne ochtend toch met ons nu. En nu voel je je ja, jong, toch? Dat is heel toch? goed voor mijn ego. Ja. Ja, nee, het was... Uh, ja, het is natuurlijk... Ja, wat moet ik ervan zeggen eigenlijk? Het, was, het is nooit echt... Het is niet echt leuk. Uh, het zijn heel veel mensen die in, zo, in een soort permanente cirkel aan het lopen zijn door die schouwburg. En uh, aan het begin... Ik heb het programma, dat, dat scheen helemaal tergend te zijn, heb ik gemist. Daar had ik geen kaartje voor. Wie, dat is, wie was de hoofdact? Dat weet ik echt niet. Oh. Uh, dat was een stoet met scholieren en dat wordt dan de, ook uh, samengesteld om... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet eens om wat, ja, ter vermaak, maar vooral ter verveling. Dat is ook een soort traditie. Ik kwam daarna, ja, dan word je losgelaten, dus in die cirkel. En ik heb altijd heel veel moeite met, uh, veel, uh, met de enorme hoeveelheid mensen die ik wel ken, maar eigenlijk niet hoef te zien. En waar ik ook niks mee te bespreken heb. En hoe je je dan sociaal gezien gedraagt, of je doorloopt terwijl je groet, of je toch pauzeert. Dus pas na anderhalf uur toen ik ook een en ander wel had gedronken en vooral toen ik een paar mensen had gevonden met wie ik. Daadwerkelijk wel wilde praten, toen werd het leuk. Mag ik dan jullie als ervaren mensen in, 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 op dit soort momenten. je bent ergens en je praat met iemand. en je vindt het heel saai en vervelend. Hoe schud je ze af? Ja, kijk. Voilà, ik, Mathieu het, van der Poel. Ja, ja, oké. Okay, <laughs> maar, maar het is mijn eer te na om te zeggen. Ik, ik vind het niet netjes, ik vind het mensonterend om te zeggen. ik moet even naar het toilet. Dat vind je al mensolterend. Ja, eigenlijk wel. Toch Ik ben best wel een zachtaardig dus mens. Maar dan gaat dus ja. langs jouw broekspijpen naar beneden. Ja, nou, zo, nou, nou ja, dat, dat, dat zou nog een methode zijn. Dan, dan heb moet je wel al aan de mogelijkheid gedacht dat diegene die jij, uh, uh, met wie je aan het praten bent hetzelfde denkt van jou? En heel erg blij zou zijn met die oplossing van dat jij naar het toilet moet, dan hoeft hij. Het niet te zeggen. Ja, nou, dat zou kunnen dat hij hetzelfde voelen. Want over het algemeen zijn het mensen die vrij weinig interesse in jou tonen. Hè? Die zelf hun eigen verhaal vaak over hun werk aan het vertellen zijn. En, um, maar het, je ik, bedoelt ik hou zeggen, ik, op een boekenbal zijn, zijn veel narcisten. Nee, 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 op, op dit soort feestjes. Nee, nee, over het algemeen vind ik dit altijd vervelend. Ik kijk altijd bij wie ik graag wil zijn. <laughs> maar dat zijn mensen met wie je meestal toch al bent. Die toch Ik op denk dat spreekt. de kracht, Frans, uh, erin bestaat door. Um, dat zei Ronald de Boer een keer tegen mij. Die wond zich op in het verkeer over mensen die niet ver genoeg vooruit dachten. Nee, dat was Frank de Boer. Doet er ook niet toe. Eén pot nat. Maar die zei in het verkeer: Mensen kijken niet vier, vijf auto's vooruit. Want daarmee voorkom je heel veel. Ja. Als jij dus op zo'n boekenbal je strategisch opstelt, dan kun je dus vanuit. Uh, vooruitdenken vanuit je ooghoeken al heel veel mensen vermijden. Ik, ik ga toch even uh, linksaf nu. Ja, ja, en je hebt natuurlijk ook heel veel kans, want het is vol. Dus je kan altijd ineens terug, omdraaien, linksaf. Ik denk dat daar een hoop te voorkomen valt, Frans. Ja, nee, dat denk ik ook. En ik denk het ook, je kunt het ook voor zijn, wat ik ook altijd wel leuk vind, op zo'n boekenbal, mensen die jou ontlopen, dat die... Uh, dat heb ik dan ook wel uh, voor elkaar gekregen in mijn uh, ja, lange ja, carrière. Wie dan bijvoorbeeld? Iemand die jou ja. echt ontliep? Uh, wie? Nou, me meestal recensenten die je uh, slecht uh, besproken hebben. Type Arjen Fortuyn of zoiets. Oh ja. en, uh, maar dat, dat, dat vind ik dan wel leuk om die dan te be begroeten. En dat, <lacht> <lacht> Blijf je dan ook staan? Of <laughs>? nee, even schouder tikken en dan. Hé, uh, hey, hoe is dit? Hoe, uh, hoe dat, uh, Het dat, ongemak even ja, ervaren. De gezichts. Uh, de gezichtsmimiek zich ontwikkelt. Ja, dus maar. Nee, het is natuurlijk. Het is ook een soort spel. Hè? Dus je moet het als sowieso een spel opvatten. En dan moet je Je bepaalt je marktwaarde. Hoe lig je? Van, hè? van wie komen er naar jou toe? Naar wie moet jij zelf komen? Komen er überhaupt wel mensen na, naar je toe? Enzovoort, enzovoort. Dus dat is, eh, is eindeloos. En, en dan heb je hebt, hè, namelijk dat middenstuk. Hè, waar, waar die trappen allemaal bij elkaar komen. De, de, de plek waar altijd Corny natuurlijk. Eh, zich neervlijt. en Harry Moelis, en Harry heel Volgen. lang geleden ja. ja en dat is dan hè? en dan zie je dat dan gaat iedereen er omheen zitten of omheen draaien dat is dan, dan heb je het echt bereikt. Is, is, Ik is, weet niet wat je hebt bereikt. Maar, maar is de, de, de belangrijkste plek, is dat nou rond de dansvloer of bij die trappen? Bij die trappen. Nee, die trappen wel. Trappen. Ja. Dansvloer is voor als je nog een meisje wil versieren. Want ja. dan gaan al die, die boekhandelsmeisjes en uitgeverijmeisjes daar naartoe. Boekhandelsmeisjes? Ja, boek. Uitgeverij? <laughs> Hoe ziet het gemiddelde boekhandelmeisje eruit? Nou ja, als ze dat boekenbal gaan doen, ze ze ergens best natuurlijk. Ik had uh, het net iets te kort rokje en dat soort dingen. Ja. ja. Nou, ja. Te, niet te kort, maar gewoon te kort. De mini-rok komt terug trouwens, las ik ergens. Oh ja, nou ja, die is boekenbal nooit weg geweest. Nee. <laughs> um, uh, wat mij uh, te binnen schiet is. Jouw broer, een jaar of tien geleden, komt binnen. Heeft aan zijn zijde een, een knappe vrouw, een jonge vrouw. En. Uh, Weet je waar ik naartoe wil? Nee, ik heb nee. geen idee. Nee, oké. Okay. Um, die later schrijfster en later schrijver werd die, bedoel je? Nou ja, um, ik zei Daan uh, gedag en heeft uh, een praatje gemaakt. En toen uit zijn uh, uh, schaduw had zich al losgemaakt. En, uh, ja, die, die vrouw, en die zei tegen mij en zij nam me apart: vergeet hem. Ik ga later helemaal over hem heen. Ik weet wel wie het is, want wist wist al de hele nu, tijd. Al, nu weet ik het al. Want we hebben er ook ooit haar declaraties besproken. Een keer dat bij klopt. De podcast. Ja, ik weet niet hoe ze vroeger heette trouwens jij. Sophie. Hij heette vroeger Sophie. Ja. Oh hij ja. Ja, Toby lakmaker. Ja. ja. Uh, wel woord gehouden. In een Ajax shirtje toen al of niet? Nee nee. Oh, ja. een, een hartstikke schattig uh, oh, ja. jurkje, ja. denk ik. Ja, nou ja, maar dat vind ik zo bijzonder, want wel woord gehouden. Hè? Uh, wel, wel heel beroemd geworden met een uh, boek. Eén roman uh, heeft Toby uh, geschreven. Dat klopt, ja. Ja. Jij wilde verder niet uh, over uitweiden? Nou, ik was uh, ik was hier niet bij en ik, uh, ik zit na te denken over jouw ja, woordgehouden met over hem heen gaan. Daar heb ik verder niets over te zeggen. Ik weet niet of dat zo is, nee. maar in ieder geval wel woordgehouden in die zin dat er toen uh, duidelijk uh, verlangens bij Tobi waren die nu wel om heel be een beroemde schrijver te worden. Ja, over roem heb ik hem ook nooit gehoord. Ik ken hem natuurlijk ook wel een beetje uh, zelfde uitgeverij. Uh, Zelfde buurt opgegroeid, dat soort dingen, maar wel om te gaan schrijven. En dat lukt. En ik de laatste keer dat ik hem sprak was hij druk bezig met zijn tweede boek. Ja. En uh, ja, het eerste boek was ongeveer Toby's Leven uh, deels gefictionaliseerd, tot, tot 20, 21 jaar. Dus wellicht begint het nieuwe boek wel zo rondom jouw ontmoeting met hem. Het is heel autobiografisch. Uh, ja, ik. Uh, het ja, nou, is dus wel zo, in als je in Amsterdam-Oud-Zuid schrijver wordt, heb je statistisch wel een uh, hele <laughs> grote kans. Groter dan de rest van Nederland. Dus het is in die zin neemt zo'n lakmaker minder risico dan iemand zoals ik die in Zaltbommel uh, opgroeide. Nou, ja, knap gedaan hoor, Frans. Weet je waar ik me zorgen over begin te maken nu. Van hoe we van dit onderwerp straks een goede brug kunnen bouwen richting Jasper Sillessen. Ja, ja. De um, koning van de week, hè? Nou, nou, nou Jasper Sillis is, is een romanpersonage. Ja. Dat, dat dacht ik wel gisteren. Ja. Uh, toen ik, want ik kreeg gisteren uh, interviews terug. Ja. En ik vond het. Ik, ik voelde heel veel. Ik voel vaak. Nou, we hebben het woord steriel is al gevallen. Ik voel vaak eigenlijk helemaal niets meer als ik naar voetbal kijk. En ik voelde bij die paar minuten interview met de ISPN, met, met Milan van Dongen. Ik, ja, ik voelde meer dan ik in anderhalf uur maar wel mensen... lag je Zij zijn net zoveel zien? als Jasper nee. 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 zelf ja nou dat, die wist ook helemaal niet wat hij moest en ik vond, het, er moest was iets uit ja, er moest, er moest iets uit van. dat was in het veld al het juichen was natuurlijk fantastisch ik heb nog nooit een keeper zo zien juichen ja. <laughs> zijn eerste strafschop uh, in de Eredivisie gestopt dat ja. was overigens in Spanje had hij er wel een paar gestopt ja, ja moeten we allemaal nog eens nagaan of dat echt dat klopt want hij kwam met percentages aan dat ik dacht die van Messi gestopt. 11%, ja. en toen ik denk dacht dat hij. training, training 11%. Om, heeft hij ook meegeteld denk ik. <laughs> ja. maar alleen al dat dat hij dat dan zelf gaat benoemen, ja. dat heeft al zoiets diep tragisch. want over het algemeen als je iets goed doet, dan moet een ander het compliment maken. en het lijkt alsof hij daar jaren op heeft zitten wachten. en dan gaat ja. hij het zelf. Maar ik doen. had altijd al dat het overdreven was, waarom ze zo'n hekel hadden aan Schillers, waarom die niet in die selectie paste. maar ik zag het nu wel gebeuren. ik dacht dit dit kan toch niemand in zijn elftal willen hebben? Toch? Ja, maar ja, ik, heb, ik heb geen hekel meer aan hem. Ik, vind het, ik, ik, ik begin een soort warm, warme, vaderlijke sympathie voor hem te voelen. Nee, ik vind dat echt... Uh, ja, dat, dat Dit is toch een ja. mens in nood? Ja, wel. We maar, moeten hem ja, helpen, toch? Ja, dat, dat zeker. Je, bij jou prevaleert het medelijden. Ja, dat kan. Jongens, je zit ja. in de bekerfinale. Ja, en wij, wij feiner dus. Dan kan er altijd... nog een drama voltrekken. Nee, misschien. wij feiner dus zaten al te denken. Let op, er komt de penalty-serie. En dan pakt hij de vier. <laughs> en dan zeggen wij: dat hebben wij dan weer. Maar, goed, <laughs> maar, maar dan hebben we wel de mensen in nood geholpen. Nee, ik, ik, ik had medelijden, heel veel medelijden. Dat je zo lang al in de top speelt en dat je nog steeds een onzekere jongen bent van elf. Oh ja, hij is natuurlijk uit de top gegooid weer. Hij zat in de top met ja. Barcelona. Het is allemaal natuurlijk mislukt, dus vanuit zijn perspectief. Ja. Best wel een tragische carrière natuurlijk. Ja. Er is er alleen maar minder op geworden. Nou ja, en hier past natuurlijk ook die rare. De, de enige uh, keeperswissel ooit die er geweest is voor een penalty-serie ja. in 2014. Het is, wat jij zei, Thomas, het is een romanpersonage. Het is echt. Het is ongelooflijk eigenlijk. Ik zou er niet aan beginnen, want uh, ik vind uh, voetbal en fictie, daar rust geen zegen op. Tenzij je, ja, tenzij je echt zijn non-fictie zou goed zou kunnen beschrijven. in ja. non-fictie, ja. Maar ik, ik, ik ben ooit zo'n stuk van uh, uh, romans met een uh, voetballer of voetballers in, in de hoofdrol. Ik, uh, Misschien kantoor Na zou nog kunnen. Hè? Oh. Maar ik, ben, ik denk dat Thomas toch vooral bedoelde niet zozeer omdat hij voetballer is, maar vooral hoe die als mens in elkaar zit. Ja, dat, dat ja. Die romans zijn geschreven. Hè? De ja. graaf van Monte Cristo is de beroemdste voorbeeld. Iemand ja. die twintig jaar in, in, als uh, gelijkboef uh, op een onbewoond wijnand heeft gezet en dan terugkomt en wraak neemt het. Maar die, die graaf van Monte Cristo, die doet dat met elegantie, zou ik maar zeggen. <laughs> ja, maar ja. dit is natuurlijk... Zons... Nou, ja. We zitten nou echt wel op een niveau, en ik voel me opeens zeer uh, erg verheven Maar door jullie. Maar Thomas Roosboom die schreef altijd... Uh, zijn ja, hoofdpersonen ja, ja, zijn ja, altijd ja. een type Jasper ja, Sillissen. Ja, ja, van die waar. stoetharspels, die tegen beter ja. weten in, in zichzelf Ik zou Thomas Rozenboom vragen of u toch weer gaat schrijven. Ja, en dan ja. de grote Sillissen-roman. Ja, ja. Ja. Waar ja. begint hij eigenlijk? Begint hij, hij, hij komt ook uit die buurt, hè? De Arnhem en zo. Je kent het... Uh, toen de de was, waar, begin, waar begint de roman van uh, van uh, Nou, ik zou toch uh, zeggen bij de wissel en uiteraard doe je daarna flashbacks. in, Want ik heb gisteren, ik raakte echt gefascineerd na het interview. Toch weer even die beelden teruggekeken van alleen al hoe die zich gedraagt na die wissel, hoe die dan op die bank gaat zitten, afgezonderd, zijn hoofd schudden. En toen dacht ik, oh ja, hier op deze seconde, heel concreet ontstaat een trauma. Uh, dat dat kan je gewoon nazoeken. En het is ook groter dan elke bevrediging nu nog ongedaan kan maken. En dat vond ik ook zo tragisch, want hij pakt die penalty prima. Het is ook niet zo'n goede penalty. Maar het is uiteindelijk het is gewoon een penalty bij een 3-1 voorsprong. En eindelijk stop je er een in de ja, eredivisie. De slecht genomen penalty ook ja. nog, hè? dus er is zo'n veel te zacht ingeschoten. Ja. En dat neemt natuurlijk nooit die, 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 die verdampte helderrol op het WK. Uh, uh, maakt het nooit ja. onschadelijk. Dus het heeft ook iets heel tragisch dat hij zoekt naar... Dat er iets ongedaan gemaakt moet worden. Ja, maar niet dan meer moet je kan. sowieso al niet naar NEC gaan als er iets ongedaan gemaakt moet worden. Ik denk dat hij niet veel keuze had. Nou ja, hij ging toen om naar het WK te gaan. <laughs> omdat hij geen speeltijd had. Dus hij dacht met NEC krijg ik speeltijd. En toen viel hij totaal uit het niets op de laatste dag af. Ja. Nou, dat, het is, is te veel dat een mens kan verdragen volgens mij. Ja, maar ik vond, ik vond het wel, want <tiek> jij vindt het uh, tragisch en aandoenlijk en zo, maar ik vond het ook bloedirritant dat jij als keeper, terwijl je, ja, je hebt een penalty gestopt, maar voor de rest, eh, het, jouw team heeft er drie ingeschoten, dat is het knappe. Ja. Geen woord daarover, alleen maar alsof hij... Uh, om, om hem draaide, dat hij de, de, de redder van Nijmegen was. Ik vond het echt uh, helemaal misplaatst. Ja, maar de mensen in nood, daar moeten we toch mee, mededogen mee hebben. Ja, maar jij nee. praat voortdurend over mededogen. Maar je zou ook kunnen, kunnen zeggen, van, het is, het is ook een onbescheiden uh, klootzak. Ja, vind ik ook. Ja. Ik vind ja. de redder van Nijmegen wel al een goede titel voor Rozenboom. Voor straks. Ja. <laughs> ja. ja. Nou ja, je, houd, je houdt ook wel je hart vast in de, in de finale, hè? Er valt veel te winnen voor maar NEC. Maar heel veel te verliezen ook. Dus. Nou ja, kijk, als ze verliezen, dan is dat wel regulier en voorspelbaar. Maar er zou natuurlijk een flink drama kunnen gebeuren door fouten, door een eclatante nederlaag, door een penaltyreeks waarin hij weer uh, geen bal tegenhoudt. Of zo'n balletje, zo'n leepballetje op de achterste man en je ziet die spits niet die je erachter opdoemt. Dat, ja. dat zie je de keepers tegenwoordig Een allemaal. blessure. Ja. Nog erger, hij blesseert uh, Jiménez. Ik hoorde dat. En, wordt die, het, en die moet echt aan het werk. Dat wordt een trilogie, denk ik. Ja. Ja. De grote Silische trilogie. Ja. Ja. Ik uh, verleg hem even naar PSV, jongens. Um, ik ben benieuwd wie van jullie het hotene aan PSV afzag, het arrogante. Ik zag het aan de trainer. Nou, ze groeien, inderdaad. Ja, zag je dat echt? Nou. Doe, ga nou eens normaal doen. Ik bedoel, NEC is echt een leuk goed elftal ja. trouwens. Wat jij? Ik, heb to, ik heb ze toevallig toen in de arena Ajax NEC. En toen was NEC echt beter. Dat is niet zo moeilijk bij Ajax. Maar echt speelde heel goed uh, combinatie. Voetbal snel en uh, veel beweging op het middenveld. En die, die, die uh, hoedemakers en zo. Uh, uitstekende spelers. En uh, Sa Sa Sandler of Sandler. Ja. fantastische uh, ja. verdediger. Dus ze hebben gewoon echt wel een uh, behoorlijk goed elftal. Het is geen. Uh, geen toeval dat maar, ze daar staan. Wat, het komt ook niet door zillen. Maar uit. wat bezielt Peter Bos? Ja, die ziet natuurlijk nu in een paar weken zijn glorieuze seizoen wel ja, uh, een beetje oh. uitdoven. Het volume wordt wel heel geleidelijk, maar toch wel met ferme hand zachter gedraaid. En ik denk dat hij een beetje, een beetje spartelend naar iets van een verklaring zocht. En Peter Bos is nooit goed geweest in omgaan met verlies. Dan gaat hij altijd heel snel rare dingen doen. Dat is bij eigenlijk alle clubs tot nu toe. Zeker ook uh, bij, bij Lyon en Dortmund Zodra er uh, wat wind tegenkwam, uh, kwamen er beschuldigingen, kwamen er rare uitleggen. En inderdaad, NEC is gewoon goed. En PSV was ook niet uh, heel slecht. Jawel, uh, ik, vond, ik vond Schouten en Veerman echt onder de maat spelen. Dat middenveld, dat hoort maar normaal. Maar dat kan, hè? je kan natuurlijk gewoon een keer een wedstrijd onder de maat spelen. Dat, dat heel, hoeft niet altijd arrogantie te zijn. Ja, dat was met uh, die Schouten heel veel balverlies en uh, dat zie je echt nooit uh, doen. Die gaf hem trouwens wel lik op stuk. Hè? In de persconferentie. Waar hij Zeker. dus naast zat. Nou, die zei gewoon het slaat nergens op. Zat hè? hij er echt naast? Want nou, ik zag later wel een beeld ja. dat ze samen weggingen. Als zo, dat zo hij zat was. Dan hebben we de eerste speler en schouten. Hè, die het slaat nergens op zei hij. En heel goed. Goede zinnen. Goede woordkeus. Ja? Het slaat nergens op. Ik dacht wat een verstandige ja. jongen is dat. Maar dat getuigde wel van, uh, van Lef. Dus ik ben nog steeds benieuwd. Of op dat moment. Uh, Bos er ook... Al of nog zo. Ik zat. dacht exact hetzelfde, maar volgens mij in het shot... tenzij er een knip in zat, ja? zag ik hem dat zeggen. Maar voor mijn gevoel, uitzoomen en toen zag je Peter Bos ook, maar... Misschien zat, zat Schouten eerst, dacht ik. En maar aan de laten... andere kant... Als je zegt, het slaat nergens op, dan weet hij dat het geopperd is door zijn trainer. Ja, maar die, ze had dat al gezegd in de eerste interviews direct na de wedstrijd. Dus daar stelden, werden misschien al vragen over gesteld. Ja, we ja moeten de, ook dit moeten we laten uitzoeken. Eigenlijk. Maar ik vraag me wel af of dit geen kwaad bloed uh, zet. Uh, gert van Beek, die zat bij mij in de studio in lijn. die zei, vinden spelers niet leuk dit? Het nee. is een hard verwijt. Ja. He, als je een heel seizoen fijn met elkaar optrekt, je presteert bovenmatig uh, in Nederland... Uh, gemiddeld in Europa, en je krijgt het verwijt naar één nederlaag in de Eredivisie, Houten, al vinden de spelers niet leuk. Ik denk wel dat de Interlanden mee te maken kan hebben. Met name Veerman die natuurlijk, een, zijn finest hour had dat hij scoorde tegen Duitsland. Maar ook, he, je speelt dan echt met de top en, en je, je wordt wat opgetild. En dan moet je weer zo'n gewone competitiewedstrijd spelen. Dus dat zal toch ergens... nou Ja, kijk, het is wel zo als iemand het kan beoordelen. Dichter op deze spelersgroep uh, staat niemand. Dat is wel Peter Bos. Dus, uh, ja, hij, hij... En hij had ze wel, moet ik zeggen, gewaarschuwd. Hij zei NSC was misschien wel de lastigste tegenstander die we gaan krijgen. Natuurlijk ook van die trainers ja. 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 Maar goed, maar, toch, maar niet onterecht. Want ik denk wel dat ze NSC geanalyseerd hebben en gezien hebben dat die behoorlijk... Uh, ja. Dreigend kunnen zijn. Jongens, we hebben al het nodige besproken. Koning van de week, zullen we die al uh, gaan benoemen? Of uh, moeten we de podcast nog verder afmaken? Ik heb ook nog een uh, commerciële mededeling. Zal ik die nog even doen? Ja, dat is leuk altijd. Ja, is, is, vind is het leuk. Ja, dan moet Thomas even zo vriendelijk zijn. Ja, nou, het is namelijk zo. Hè? En het schijnt dat de éminence Gris. Zeg ik dat goed? Ja, dus mag ook in het Frans hè, want hij zit in Frankrijk. Dus. Uh, dat die gebruik maakt van NoordVPN. En ja, dan heb je dus uh, veilig toegang tot je favoriete streams en gebruikelijke content waar je ter wereld ook bent. En uh, verander dan als je uh, lid wordt. Kun je lid worden van uh, NoordVPN? Ja, want je voelt je zo betrokken. Ja, dus ja. vroeger ben lid van VI. Ja, tegenwoordig zeggen ze allemaal lid, geloof ik. Oké. Okay. Ja. Ja, nou, als je een abonnementje neemt, dan, dan, dan verander je dus je virtuele locatie eenvoudig. om uh, toegang te krijgen tot apps en websites in andere landen. En uh, ja, Thomas, moet je even hoofd in de achterja. Uh, krijg toegang tot social media en andere diensten die niet beschikbaar zijn vanwege censuur. En dan moet je dus gaan naar noordvpn.com slash hartgras. voor een speciale korting. Ja, dan komt hij. Tot wel 70% bij een tweejarig abonnement. Ik zou het ook leuk vinden als mensen een abonnementje namen op uh, de papieren hard gras. Ja. Dat is een persoonlijke wens. Want we bestaan al sinds 1994. En dat, dat zouden we tot in het einde der tijden natuurlijk willen. He, dat hard gras ons allemaal over. Ja, overleefd. en dan schrijven we heel veel uh, nieuwe. Het wordt voortdurend nieuw talent ontdekt. Het is, uh... Ja, het is een mooie, wellen ja. gaande. Hè? Ja. Ik, ik kwam iemand tegen in een, in een, in een café vrijdagavond. Die had uh, als stagiair, geloof ik, te maken nu met Hartgras. En die wist mij te vertellen dat het aantal abonnees stijgt. Klopt dit? Ja. Ik heb ook zoiets uh, vernomen. Dat is heel goed nieuws. Zeker. Kan ook te maken hebben met natuurlijk dat, dat wij als podcast ook bestaan. En dan, ja, het zijn toch uh, pellen hoeveel, ja, hoeveel luisteraars ook... hebben we nou Even kijken. Mag die niet, niet zeggen. Maar jij bij Hartgras. Maar zeg of... ik bij 20.000? Ja. Omhoog? Ja, wijst omhoog. omhoog? Nee. Jeetje, Mina zegt. Ja. Dat is veel. Ja. Jeetje, Mina. Hoeveel luisteren we naar jouw podcast met Van Hanegem? Ja, dat ligt eruit. Ik het wel zeggen. Ja, weet ik niet precies of ik dat mag zeggen. Tuurlijk. Maar toen Feyenoord vorig jaar uh, uh, in een kampioens... Nou, het was eigenlijk geen race, het was een gelopen race. In de gelopen kampioensrace. Ja, wel. ja, ja, ja. Toen, uh, oh, ten, zeg. toen was het uh, 35, maar het is nu een stuk minder. Dat wel. Dus. Uh, Gaat hij vervelen van Haanig? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Je moet er wel van houden, natuurlijk. Je moet er wel van houden. Hij heeft Kijk, natuurlijk wel een slot nieuws school dus van Haanig toch ook hele zeker? Oogschool, zeker, he? zeker. Hij vond ook Rondo niet zo interessant en hij kon het ook Snapte het ook niet helemaal. Maar wat natuurlijk wel altijd grappig is, is vorige week zat ik klaar, met even lekker te schelden op Joey Kooij, Of twee weken geleden. Nee, Willem niet hoor. Die vindt dat een prima scheidsrechter. Ja, nee, dat is Willem natuurlijk ja, Willem altijd. Willem is altijd wat de, de heersende mening. en daar gaat hij dan tegenover Ja, tegelijk was hij wel degene die vier, vijf maanden geleden al zei... dat Virgil van Dijk juist weer goed aan het worden was toen... toen dat ook zo is, hè, Ja. Ja, toen de halve wereld zei dat het voorbij was met hem. Ja, en nu hij heeft nu voor het eerst in wedstrijden weer een kopduwel verloren, begreep ik. Mm -hmm. uh, voor het eerst in, uh, in, in twee maanden of zo is de eerste wel verloren. Ik zou onze Lauritsen bij Sparta wel eens een kopduel met Van Dijk willen zien aangaan. Die wint er ook zoveel. En die ja. legt ze ook altijd zo goed neer. Ja. Dat vind ik zo knap. Ja, ja. ja je dus hebt Sparta aan weer een lekkere, ja, lekkere nou, wedstrijd. Ik hè? had voor het eerst dit seizoen <kwijnt> een, een overwinning die eigenlijk vanaf de... Nou, voor de wedstrijd al vast stond. Je kon het al zien aan de warmte van Fortuna Sittard. Die hebben er dus stukken minder zin in dan Sparta. Ja. Nee, het was een hele fijne, reguliere overwinning. Met een paar hele mooie aanvallen. Dat Sparta extreem goed was, maar ze waren goed. Ja. En ik zou, als ik het over de koning van de week uh, heb, zou ik uh, Verschuren willen noemen. Hm. Ik vind hem een van de meest onderschatte ja, voetballers. Weken speelt hij heel erg goed. Ja. He, ja. ja. Hij scoort. Hij loopt zich een uh, ongeluk. Hij is tactisch slim. Uh, kan een uh, flinke overtraining uh, begaan, ook slimme overtrainingen begaan. Ik denk een uh, voortreffelijke speler. Ik denk dat je hem voor ja, ik denk 2 miljoen in inlijft. Hij is 26. AZ, ja, Hij volgde toen ook mijnans op. En eigenlijk is hij beter dan mijnans Misschien wel, eens, hè? Ja, niet te vergelijken. mijnans is toch meer de stilistisch, een stylist. loper en zo. En, en, ook linksbenig ja, en schuren ja. rechtsbenig. Uh, hm. Maar hij kopt bijvoorbeeld veel beter schuren. Maar wat hij heel goed doet is uh, aanvullend zijn op, op de spits. Het hm. is natuurlijk wel een lekkere spits om mee samen te spelen. Ja. Die, uh, Die Lauritsen, ja. ja. Maar verschuren is mijn koning van de week. Hm. En hebben jullie uh, opties of uh, al staat de keuze al vast? Ik zou zeggen Hansko, uh, denk ik. Ja, uh, ik uh, ja, die was erg goed. En ook door hoe met hoeveel genoegen ik die wedstrijd keek, door, het, door die prachtige goal, door. Uh, het, ja, het he het ook goede ja. voorzetten trouwens. Ja, door, door die permanente dreiging ja. die er van maar hem uitging. Maar die uitving. man is eigenlijk week in week uit goed. Hè? Ja, en nu en was verdedigend het verdedigend en aanvallend. Ja. Dus hij is. Uh, ja. En nu ook nog na, na het wegvallen van Hartman, uh, ik, vond, ja, ik vond dat daar, daar keek ik met heel veel ja. Uh, ja, plezier. naar. ik vond het heel, ja ik uh, vond ik knap dat hij als linksback eigenlijk daar ja, nog beter was dan Hartman. Ik vond hem echt fantastisch. Ja. Ja. hij is niet te houden toch, ja. Wessel ja. voor Feyenoord. Hanscho, ja. de de Paris Saint Germain wilde hem hè, deze, deze zomer en, uh, maar dat bedrag of, of was het in de winstop zelfs bedrag was vond Feyenoord vrij lachwekkend. Hoeveel? Ik weet niet, maar dat zal dan onder de twintig zijn geweest, dat bot. Dus nou, dat is daar komen. Dat, dat is Ja, gewoon bij te hem weinig. heb je echt de indruk dat hij zo bij Manchester City ja. mee zou kunnen. Hè? Wat, ja. zou die, wat zou die, kosten? Ik weet dat nooit zo goed er wordt van altijd. Alles ik denk dat groepen. Feyenoord wel tof, rond de 28. 30? Ja, zoiets Ach. zou ze het misschien wel willen. en ja. ja. dat blijft maar, altijd rustig ook, hè? Het is ook. Uh, is ja. Er, ja. Maar ik begreep overigens uh, over Hartman dat Feyenoord eigenlijk verwachtte dat ze die van de zomer. Misschien wel aan de absolute top zouden ja, verkopen. Voor misschien wel. Uh, ja, ik hoorde zelfs het bedrag, sorry, van verstandige mensen. Uh, van 50 miljoen. Um, zelfs. Linksbacks zijn heel uh, zeldzaam. Nou ja, vooral als ze zo'n ongelooflijke uh, aanvallende kracht ja. hebben. Natuurlijk. Ja, maar het zijn een soort uh, mini-spelverdelers geworden. Als ja. je goede flankspelers hebt, zoals ja. Dumfries en Hartman. Ja. Die, ja. die leggen zoveel... Had je dat vroeger niet al, Roberto Carlos en... Omar? ja, Mani ja, ja. ja. Nee, maar die had je natuurlijk nauwelijks. Maar daarom waren ze zo goed. En nu, ja, nu, nu, ja hij je hoort erbij. Nu iedereen hem hebben. Ja. Ja, nu maar wel, wat, wat die dat is er nou met spelen. hem aan de hand? Is het een kruisbandletsel? Dat is onduidelijk, maar Feyenoord gaf gisteravond aan dat het lang gaat duren. Dus dat het zwaar is. ga en... gaat niet meer lukken. Nee, sowieso niet. Maar als het kruisband is, is het natuurlijk... Ja, Dan is pas ja, ben in ben de winterstop ja. weer terug. En uh, ja, een uh, dus even de vraag. Maar wel interessant. Nu gaat Hansko natuurlijk op die plek spelen. En dan gaat Geertruida en Belen uh, uh, gaan in het centrum spelen. En dan ja. op rechts gaat dan nieuwkoop tot het eind van het seizoen en volgend jaar heeft Feyenoord natuurlijk die smal gekocht van of uh, transfervrij overgenomen Twente, ja, goed, maar dat dan. is wel even ja. wat anders dan uh, dat dat geeft dat nou Ja, nou, die dus. moet hij dan uh, ja. zien op te leiden als slot blijft tenminste. Ja. Die moet het beter maken. Ja. Ja. Hij ziet het wel goed, want die Belen dat is echt fantastisch hoe die ja. meteen. Uh, ik heb hem, uh, 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 ik, ik zat even te appen een paar keer per jaar stuur ik een appje naar Slot. Ik kan niet zeggen dat ik een band met hem heb, maar uh, ik zei. Ja, die speler van Sparta op links, Koki Saito, ik geloof nog steeds dat die bij Feyenoord, omdat daar veel problemen liggen bij Feyenoord, hè? die Frank spelers doen het net niet goed genoeg. Ik, ik geloof dat hij, uh, dat hij beter gemaakt kan worden door, door slot. We Leo Sauer, zijn groot en talent. Zijn, en ja, maar Schauer. is toch geen links-buiten. En jullie ja, hebben die mo ja? moedsaak ja. gekocht, kennelijk. Van de dat de, wordt gezegd. Dat uh, ja, van, ja, uh, vind ik wel weer een beetje ouderwets. Port uh, op, uh, op uh, schoot. Uh, scouting. Uh, Waar Feyent altijd goed in was hoor, moet ik zeggen. Spelen die je dan bij stuursport goed vindt. Dan denk ik nou, dat... Uh, ja. uh, maar wat zei Slot? Hij heeft nog niet gereageerd. Oh. Nee, maar er zit ook een... Dat uh, zit geen uh, noodzaak aan. Dus het kan gewoon een paar weken duren. En dan komt er wel weer wat. En jij krijgt Hele dan relaxte... van Sparta altijd commissie voor deze... Jij krijgt commissie voor deze nee, transfers. Ik krijg louter hoon bij Sparta. Want dan zeggen ze: waarom breng je onze leukste spelers onder de aandacht bij concurrenten? Ja. ja. Maar ja, goed. Hij is niet van Sparta. Dus wij, wij verdienen er ook niks aan. Hij nee. is volgens mij van de Citygroep. Oh, zo'n city. gehuurd. Echt waar? En, en die, gaat niet zijn, uh, die gaat niet verlengen bij Sparta. Vermoed ik. Oh. Hij heeft trouwens een beetje ongelukkig zin Want hij is lang geblesseerd geweest. Ja. Maar koningen. Nou ja, ik had inderdaad ook Hansco. Hans, nou, het, doen we ja, Hansco. Ja. Prima. Nou, ik wil toch voor de vorm uh, Jasper Sillessen noemen. <laughs> ik heb ook nog gedacht aan Hartman zelf, maar, maar Sillessen heeft toch... ja twee voor Hansco stemmen en dan... Is niet meer nodig nu, dus een soort uh, handige poëtieke daad die ik nu... Ja, maar, nee, maar, hoor, maar allemaal zielige koninkjes. Ja, maar dat... Uh, opkomende koningen. Het opkomen voor de underdog, daar, daar, ja, daar komt ja. dat uit voort. dus uh, <laughs> Hansco, prima. Goed, ehm... Um... Kijken, wat hebben we verder? Oh, de, wet, de wedstrijd van de week. Feyenoord Ajax. Jeetje man. Half drie wedstrijd jongens. Ga je ja. erheen? Wessel? Ja. Ja? Heel veel zin in. Ja. Nou ja, dat vind ik raar. <laughs> Hoezo? Nou, omdat dat gewoon 3-0 wordt voor Feyenoord. Nou, dat, misschien speelt dat ook een rol in mijn. Uh, oh, die wou je, in, je even meepakken. Vorige keer uh, werd het maar 4-0, toch? Nee, maar vroeger, vroeger was ik natuurlijk uh, uh, was het altijd een combinatie tussen... Ja, topwedstrijd is altijd heel leuk naar een stadion te gaan. Maar het werd altijd 1-5. Nou ja, dus dan zat je altijd meer tussen. Um, Tussen wanhoop en vrees. Ja, maar zat vroeger je ergens. was Feyenoord natuurlijk altijd de subtopper en nu is Ajax. Zitten. Ja, maar je, ja. je snapt wat nu nog steeds. Kijk, die, die oude kwaal is er wel uit aan het gaan hoor. In Rotterdam en onder Feyenoord supporters. Maar er is nu natuurlijk nu nog steeds zoiets van. Zou je net zien dat ze tegen ons hun, 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 um, hun beste wedstrijd van het seizoen gaan spelen. Maar dan nog win je natuurlijk. Als dus ze dus hun beste wedstrijd spelen, is het toch niet een hele. Nee, hele en, en gisteren zag ik de opstelling van tevoren en toen dacht ik. Wat is in mijn Ajax gebeurd? De, 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 welke spelen? Je bent voor niemand in... bang waar je zeggen. Nou, ja, t, 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 ik. Nou, als ik ik heb altijd gezegd, ik ben voor twee dingen bang. In het ik ben nooit, ik heb geen angst in het leven. Ik ben altijd voor twee dingen bang geweest in het leven. En dat waren rij-examens. Dat vond ik verschrikkelijk om mee te maken. En Ajax. Maar die, die angst, nou, het rijbewijs heb ik binnen en dan hoef ik pas op mijn tachtigste, geloof ik, nog eens een keer, hè, geloof ik, op, uh, getest te worden. Ja, en Ajax, dat zit nu zo op de grond, want dat was dat natuurlijk ook weer ongelooflijk gisteren. Ja. Over rijexamens gesproken, we zeggen toch nog eventjes, Tessa Sparboom in de huidige hardgras. De aanleiding voor Tessa was dat uh, Brian Bobby examen had gedaan in de auto bij haar vader. En haar vader was... wist niet wie het was. Nee. <laughs> Nee, die wist dat niet en uh, toen Tessa eenmaal uh, bij Brian zat, wist Brian ook niets meer vertellen over zijn rijexamen. Ja. Dat neemt niet weg dat Terwijl... het een briljant, ja. geestig verhaal is geworden. Leest het, lieve luisteraars. Ja. Hebben wij nog iets uh, niet besproken? We hebben een heleboel niet besproken, maar willen jullie nog iets benoemen? Ja, we hebben het niet over de interland meer gehad, maar ik weet niet of die... Nou, dan het kunnen we dat ja. nog ja, even geleden. nabespreken. Ja. Wat uh, viel je op? Nou ja, hoe goed uh, Duitsland was eigenlijk. Ja. En krijg je dat uh, ja. als uh, Duitsland-hater uit je bek? Nee, ik heb wit, het, 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 het... Ik zeggen, post-89 Duitsland, zou ik maar van, ja. van Na de val van de muur heb ik nooit zoveel uh, oude, oude gevoelens. Ja. Dat dus snap ik, ben, ik ben... niet, want al die jongens die nu in Duitse elftal spelen... daar zijn toch opa's en overgrootvaders die behoorlijk fout zijn geweest. Daar kan jij toch denken van, nou, ja. Ja. hallo... Moet je kleinzonen kwalijk nemen dat een oma ja, uh, een land woont, open heeft gezet. Ja. Vooral als je in een land woont waar uh, langzaam uh, uiterste-rechtse partijen naar de meerderheid gaan in het kabinet. Ik bedoel, we hebben niet zoveel meer te zeggen, geloof ik, denk ik, over nou, onze... Op elk ander moment had ik je nu op je bek geslagen. <laughs> maar Rotterdam heeft daar een goede bijdrage aan geleverd, dat uh, nieuwe kabinet. In de, het, uh... ja de grootste PVV-gemeente van Nederland. Maar. Dat, is volgens mij, dat zijn de randgemeenten van oh. Rotterdam. We vonden jullie trouwens dat Rob Oudkerk reageerde op Thierry Baudet? Wat was dat ook Wat had die, hoe reageerde ja, die op nou, nou, die hij? Ja. Die zei al, al, als arts zei hij. Oh, nee, heel uh, fout vond ik dat. Ja, ja. Als ik naar die ogen kijk, nou ja. ja, laat ik er maar niks over zeggen. Ja, heel fout. Oh, ja. Heel fout. Ja. Ik wist ook weer uh, hoe fout hij altijd geweest is als politicus ook. Dat ja. zijn natuurlijk geen. Uitspraken die op de televisie, televisie nee. doet, hè? Nee. als arts. Ja, ja nee. ik ben blij dat mijn huisarts ja. niet is. Nou, ik wil nog wat over de interlandperiode. Want wat ik echt niet meer kan horen, dat er dus een speler dan toch mee moet naar het EK. En ik, ik heb het niet over Wijnaldemoor, maar wat vaak als argument wordt genoemd mm. om hem toch mee te nemen naar een, naar een toernooi. Omdat uh, ja, voor de kleedkamer, ja, dat voor is tegenwoordig voor de kleedkamer. Door, voor ja. de kleedkamer. En dus had ik na te denken, nou ja, wie ik dan zou meenemen voor, voor de kleedkamer, ja, dan zou ik zeggen, Frans Thomas voor de kleedkamer. Erudiet, verstandig, rustig, er is werk voor de groep. Er is één internationaal op de Rona die uh, het werk van Frans nee. kent. Nee, maar gewoon wel een betrouwbare man die, die leuke dingen zegt en die niet in paniek raakt. Dat is beter ja. dan. Uh, dan, dan... Maar winnen doe je niet met hem, dat is... Uh... Dan weer het na. Ja. Je hebt een leuke, leuke, In de rust is het gezellig. Ja, en, uh... maar dat is toch het belangrijkste. Ja, ja. dat waren. Ja, voor de kleedkamer wordt er altijd gezegd ja. over de EK 88. Toen hadden we allemaal van die, ja, nobodies mee, hè, Die geen speeltijd kregen. Dat was dan Koevermans, Hugo. Soeverein. Soeverein. <laughs> ja. ja, en dan wordt er vaak gezegd. Cruise, geloof ik. Ja, geloof ik wel. Ja, en dan wordt er altijd Jacques achteraf Troost. gezegd. Ja, Aaron Winter, die geen speeltijd Aaron kreeg. Winter. En dan wordt er altijd achteraf gezegd. Ja, dat was toen zo goed, want je had een, ha een kern. En je had wat van die. Meelopers die nooit wat zeiden, ja, dat is dan goed. En die goed, gaven ik... goed tegenpartij op de te trainingen. Ja, die waren, ja. waren heel gelijkwaardige ja, wedstrijden. Dat is ja. dan heel belangrijk. Dus voor de kleedkamer neem je mensen mee. Het is zo wonderlijk iets. Maar de, de, Ik zou Wijnaldum nooit meenemen. Ik, vind dat ook, ik vond het ook belachelijk dat hij er weer bij zat. Maar er valt toch wel iets voor te zeggen dat je niet een bank moet hebben vol met spelers die vinden dat ze erin moeten staan. Je hebt toch ook genoeg voorbeelden van teams die daarop spanningen krijgen, gedoe. Nee joh dat in het topvoetbal toch zie je dat toch niet bij Manchester City kijken ze toch echt niet van oh, we moeten nog een leuke vent voor de bank uh, en nee, volgens mij is dat ook een nieuwe ontwikkeling van het hypermoderne voetbal dat al die gelijkwaardige voetballers uh, accepteren ja. dat ze gewoon regelmatig op de bank zitten ja, ja. Nou, en soms niet en dan krijg je gedoe dus bij FC Hollywood hè, bij Bayern He, dan moet, Kimi, moet weer rechtsback gaan spelen en die wil dat niet. En ja. Dan krijg je het wel gezeik. Thomas, Thomas Müller, dat is ook typisch zo'n zeiker natuurlijk, die altijd wil spelen. Dus ja, maar dat houdt het wel scherp natuurlijk. Je, je, je moet natuurlijk ja, spelen alsof je weet dat het bordje omhoog gaat. Natuurlijk. Ja. Dat gemakzucht, dat is natuurlijk bij PSV zo'n veerman. Die wordt natuurlijk nooit gewisseld meer. Nee. Vroeger heel vaak, met dat ja. chagrijnige... Voor een Damse hoofd. Dat is altijd wel een uh, leuk moment, vond ik. Ja. Als Firma we, we gewisseld werd. Ja. Maar nu, die, ze, ze laten hem altijd staan. Dus dat zie je aan spelers als je, als je niet meer gewisseld wordt. Hey Wessel, heb jij nog insight-informatie? Van Hanegum was met een reisje naar die Interland gegaan. Ja, nou, maar nou moet je me niet gek maken, want ik kan hier echt heel lang over vertellen. Ja, dat, want, dat moet je wel even nou, doen. Willem heeft het zelf. Even voor de goede orde: het was uh, Duitsland-Nederland. Ja. Uh, de reprise van 74. Nou ja, die vond natuurlijk niet plaats. Want de heren tijd oud. Ik, ja. 50 jaar later. Uh, en er was een ontmoeting tussen de oudjes van Duitsland. Ja. En die van Nederland. En ja. hoeveel gingen er mee van Nederland? Nee, ik, uh, nou allemaal op Sean Rep na. Maar ik ga nu, ik probeer altijd mijn onbescheidenheid wat te verbergen. Ga ik nu niet doen, want Willem was er niet geweest uh, als het verzoek van de KVB niet via mij was gekomen. Want ik, 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 zat gelijk te grappen. Willem in een bus of in een vliegtuig naar Frankfurt doet hij natuurlijk nooit. Toen zei ik, nou, maar als nou Jaan de Graaf, ja. zijn vriend van Bravoure, meegaat met zijn, die heeft natuurlijk zo'n grote auto, zo'n Hummerachtige auto. Uh, dan. Uh, uh, oh, hij, ze, hij reist er achteraan? Nee, die, die, die zijn dus samen. Dus, dus Jaan is Willem gaan ophalen in Overveen. En toen zijn ze samen naar Frankfurt gereden, direct over de grens, braadworstje genomen. <laughs> en. Uh, um, nee, maar hij, Willem heeft het, we zeiden al, we, hij moet vaker op reis. Willem, want hij begon uit zichzelf in de podcast te vertellen over wat er allemaal gebeurde. Um, um, bijvoorbeeld, Willem had een kamer ja, op de 18e verdieping. Maar Willem. Die wil niet in de lift. Oh. Dus daar dus hebben veel oude... Koemboelijn had dat ook bijvoorbeeld. Het is iets met de oud-voetballers. Ik zeg, mijn oh. theorie is altijd... Die hebben in te slechte vliegtuigen gezeten... aan het begin van hun carrière. Ja. Waardoor ze iets claustrofobisch hebben. Maar nou, Koemboelijn hebben ze ooit ook... Een, een, in, in het vliegtuig hebben ze ook een stukje... een krant in de fik gestoken. He, ja. ze bij hem gehouden. Nou, terwijl ja, die zijn op de bank in die was. tijd best wel wat elftallen neergestort. Nou ja, ja, ja. misschien ja. komt het komt daar vandaan. Maar in ieder geval, ja. Ja. Uh, toen... toen met pijn en moeite kon hij op de laagst mogelijke verdieping. Maar dat was nog verdieping zeven. Want daarvoor zitten dan natuurlijk zwembaden en restaurants. <laughs> en zo. Het was het Marriott Hotel in Frankfurt. Maar toen zei ja, hij uh, midden in de nacht, toen ze daar kwamen... van uh, ja, uh, waar is de trap? Ja, <laughs> er was eigenlijk geen trap, zeiden ze daar. Ja, een heel smal, soort brandachtig trapje. En dan moest die arme Willem op zijn tachtigste... dus zeven verdiepingen en dan per verdieping waren er drie trappen... Dus uh, die moest twintig trappen omhoog en naar beneden. Nou ja, dat vond ik al hilarisch. En vervolgens ging hij daar in een bed liggen. En hij, het was de mooiste kamer die hij ooit had gezien. En dat zei Jaan de Graaf, die meer een man van de wereld is, die overigens op de e verdieping lag, die zei dat ook. Het was zijn bed, zei Willem. Zijn bed was, vanuit zijn bed kon hij zo zijn bad induiken. Ik, heb, ik probeer me een voorstelling te maken hoe dat was. Alleen en dat bed was geweldig, zei iedereen de volgende dag. Alleen Willem heeft op de bank geslapen. Want, <laughs> uh, want uh, hij kreeg het licht boven het bed niet uit. En, en daar kunnen we om lachen. Maar het is ook wel herkenbaar. En de KVB zei later, ja, dat hadden we kunnen weten. Want er zat naast het bed een ingewikkeld bedieningspaneel. Dus Willem is op de bank gaan slapen in zijn kamer. Onder, maar wel met de dekbed en zo. Maar vervolgens, en nu kom ik op het mooie. Um, er is een filmpje door de KVB verspreid. Uh, uh, Sjoerd Morsou heeft er al een column over geschreven, um, waarin die oud-voetballers allemaal ja, 75 tot 85 elkaar ontmoeten, die zeven. En uh, dat ziet er zo schitterend uit hoe die. Ja, we weten allemaal, het is gevoetbald hebben, samen winnen, samen verliezen. Daar krijg je een band van. En dit, dit waren de oude straatjongens, want het was een team voor straatjongens, die ontmoeten elkaar nu weer. Maar er was een mooie kwetsbaarheid. Er was een mooie. Zachtheid kwam erbij, hoe ze elkaar begroeten, hoe ze elkaar over de bollen eiden, hoe ze heel fysiek waren, kusten elkaar. Ik vond het schitterend om te zien. Dit waren jongens onder elkaar. Maar die nog leefden, hè? Want ja. Maar, maar noem ze even op Haan. Ja, nou, Krol. Ja, Haan, Krol. Kerkhof. En Haan, daar, heeft natuurlijk, daar hebben de meesten natuurlijk een e aan, want dat is een beetje een vervelende man. Maar daar heb je Krol. Even en, een quizvraag voor, voor, voor de luisteraars: hoe werden uh, Krol en Suurbier genoemd? In 74, niks zeggen. Voor de goede inzender sturen wij de laatste hardgras op. Oké, okay, zo goed. Ik wilde het al zeggen. Dus, okay. El is niet blij met mij. Maar ja, ja even tussendoor. Ga door, ga door. Haan. Haan, Krol. Ja? Rijsbergen. Bijzonder slimme man. Hè? Rijsbergen ja, nee. kan zeer goed praten. Uh, dan hebben we Kees van Iersel. Kees van Iersel. Ja, die was wisselspeler. En die Nummer je zag hem ook op, op dat filmpje een beetje op de achtergrond staan. Prachtig. Voelde zich al makkelijk. We... En die treitel en uh, oh, God, krol ja. ijde met zijn hand over de bol over de kale kop van Treitel, dus dat was de derde keeper, hè, was dat? Ze zei scheiding is weg, toch? Eddy Treitel. Ja. Je <laughs> had zo'n zo'n ja. overkamp ja. had hij vroeger. Ja. Nou, dat had je Willem natuurlijk. En dan heb je de, de twee kerkhofjes. Ja. Uh, en um, um, toevallig ontmoette ik pas, ja, doordat ik met Willem omga, moet je soms. Opeens zat ik ergens naast Willy van de Kerkhof. <laughs> en um, dus bijzonder vriendelijke hartelijke man. En het is schitterend te zien om die, die oude boeven van het veld, dat zijn nu, ja, breekbare oudere mannen geweest. En nou ja, ze hebben het geweldig gehad daar, maar ze liepen wel tegen Willem van, uh, je vond het zeker niks, hè, het spel. En dat klopte wel. Hij vond het Nederlands uh, elftal heel matig. Maar ik vond het ontroerend mooi. Uh, ja, het was het leven in beeld, vond ik. Oude strijdmakkers. Maar waar er nummer zeven over is, kon dan niet, zei nee. jij? nee. Maar laten we even, even langslopen. Je chef uh, dood. Ja, Jan Jongbloed is pas overleden dood. natuurlijk. Wim Suurbier is niet Wim zo. Heel, Suurby, ja. Ja. Geels. Kruif ja, ja, ja. uiteraard. Geels zat er niet nee, bij volgens zat niet bij. mij. Nee. Piet Cruijf, Piet uh, uh, Geels zat bij de selectie. Ja, nee. Piet Keizer. Je had rug nummer dood. één. Ja, Piet Keizer en Kruif. Uh, ja. Brink is overleden. Ja. Uh, Wim Jansen natuurlijk. Ja. Neeskens was er natuurlijk ook bij thuis. Die oh, hebben ja. Niet Nees, genoemd. Ja, ja. En dan. Uh, Piet Schrijvers? Zat, nee, die zat in. Hardy Fors nee, was een speler van bij. Feyenoord die mee was. Die was oh, ja. ook niet ook bij. Strik Ook is dood. Dienst Israël was het trouwens ook bij. Nou, die was Over, is, dus, ja. dus, um, nou, Piet ja. Schrijvers misschien de reservekeeper? Nee, die was in 78. Pas. 78 was ja. Ja. Oh, ja. Nou, ik uh, vind het een mooi stemmig einde, <laughs> maar we moeten nog even voorspellen. feyenoord Ajax. Zeg maar Frans. Uh, 5-1. 5-1, Thomas? 4-0. 4-0, Bessel? 1-0. Zeg ik uh, 3-1. Nou, dat uh, hadden we toch ook niet gedacht uh, een jaar of drie, vier geleden. Hè? Maar goed, uh, vorig ik, als jaar stroost, Als troost <laughs> kunnen we zeggen dat het uh, volgend jaar zomer weer helemaal anders kan zijn. Want dat is voetbal. <lacht> Beste <lacht> mensen. Uh, famous last words. Uh, dank voor het luisteren en uh, volgende week uh, dan zijn we weer met aflevering 161. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.